3 FM. 3 FM presenteert de Witte Lijst. Oeja! Want dan hebben we het natuurlijk over K-pop. K-pop, ja. Aziatische, Oriëntaalse muziek. Zoals je bijvoorbeeld op Radio 6 dus een zwarte lijst hebt. Music of Black Origin hebben wij de Mo. Music of Oriëntaalse Origin. Ja, dus dan denk je aan Koreaanse muziek, Japanse muziek, Chinese muziek. Maar de grap is, en dat is echt heel grappig. We hebben nu dus echt allemaal buitenlandse luisteraars. Ja. Want dat K-pop is natuurlijk... Ja, in Nederland is dat, doen we daar niet zoveel mee. Ja, je hebt vast wel een hoop fans, maar niet zo... Je had Chaotic en dat was het wel zo'n beetje. Ja, en K-pop is groter dan K-pop op dit moment. K-pop zeker, dat zie je bijvoorbeeld bij de toppers. Maar internationaal is K-pop is natuurlijk echt enorm aan de hand geschoren. Grote hits en noem het maar op. En daarom hebben wij hier de witte lijst. Maar voordat we aan de top 5 beginnen... overigens geheel mee te lezen via koenenandersandershow.nl, inclusief clips en alles, hebben wij de Bubbling Under. Ja, inderdaad, want we hebben natuurlijk op internet en integraal hebben wij de top 100 uitgezonden. Ja. En we kijken nog één keer, net zoals bij Domine, dit is Domine, die heeft de mega top 5, naar de opvallendste verschuivingen binnen de witte lijst top 100. Nou, bijvoorbeeld op plaats 36 is terechtgekomen 4 Minutes met What Are You Doing Today? Ja, had ik eerlijk gezegd best in de top 5 verwacht, hè? Ik maar ook, ja. Is die helaas dan niet terechtgekomen. Dan gaan wij plaats 22, Alta Kai. Ja, dit verrast het, hoor. De hoogste nieuwe binnenkomer, zomaar vanuit het niets op 22. Ja, en het is mooi, want we hebben het hier over Mongoolse keelzangers. Ja. Is echt waar, hè? Dan denk je, welke Mongoolse keelzangers zijn die dan die op 22 bijeenkomen? Hoe kan het ook anders dan Kan Kapakor? Help even onthouden dat ik een nieuwe decoupeerzaag koop. En dan, ja, heel erg verrassend op plaats 11. Vorig jaar nog op plaats 89. Met een Nederlands tintje, FX Electric Shock uit Korea. Geschreven door 3 Nederlanders, is echt waar. En die heeft het afgelopen jaar wekenlang op nummer 1 gestaan in Korea. Hunnebedden. Ja, mooi. Dan is hier het moment waarop wij echt de top 5 van de Witte Lijst 2014 bekend gaan maken. 3FM presenteert de Witte Lijst. Oh, ja. We beginnen natuurlijk met nummer 5. Ja, en hoe kon het ook anders? Een zeer, zeer aangrijpend lied uit Maleisië. Hafiz en Dato Siti Nurhaliza met Muara Hati. Ja, prachtig. Kippenvel. Terecht, hoor. Gaan we door naar nummer 4. Ja, daar vinden wij Japanse rockmuziek. Groot nog steeds, hè, rock in Japan. Ja. Sakanakson. Juist. En Identity. Het is mooi dat Japanse rock nog als een slechte MP3 klinkt, hè? Ja, dat is. Laat dat maar een Japanse over jou. Nummer 3. Nou, nummer 3. Vorig jaar nog, en het verrassend stond op 3, Tsimushi met Yachihoko Satsuhata Sankomborunga. Maar nu op nummer 3, uit Tibet, want ook Tibet hoort natuurlijk bij de witte lijst. Yikme Shetan met Tendral Sangpo. Ja,
Het is dat het uit Tibet komt, anders had het zo kunnen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. We weten bijna, lieve luisteraars, wat de nummer 1 is van de Witte Lijst 2014. Ja. Maar eerst... Nummer 2! Ja, daar staat hij. Ja, het was nog een spannende strijd hoor, tussen de nummers 1 en 2. Deze is op 2 terechtgekomen. Big Bang met Fantastic Baby. Kleine rectificatie, Korea komt Big Bang vandaan. Korea. En dan nu is het tijd voor... Nummer 1. Ja, vorig jaar, en we dachten dat het dit jaar weer nummer 1 zou zijn... was het natuurlijk Kuyari Pampuyonkan met Ninji Yaribamban. Maar dit jaar heeft hij niet eens de top 5 gehaald. Nee, de nieuwe nummer 1 in de witte lijst van 2014 is geworden... Crayon Pop met Barbarbar. En die gaan we helemaal draaien natuurlijk, ja. Zo is het ook. De hele witte lijst is terug te vinden op koenensandershow.nl. 3FM.